Van nul naar honderden duizenden euro's. Ik ga je vandaag mijn volledige verhaal vertellen. Hoe ik als kleine jongen, tot hier, woonend op Bali, reis in Dubai, woon in Marbella. Meer dan 23 landen bezocht te hebben op 23-jarige leeftijd. Hoe ik dit voor elkaar heb gekregen. En ik kan je vertellen: mijn leven was niet altijd zoals dit. De hele wereld rondreizen, duizenden euro's per maand uitgeven, zonder er naar te kijken, terug kunnen geven aan mijn ouders. Een team bouwen, mensen die voor me werken. Ik zal je mijn verhaal vertellen. Als kleine jongen. Op 18 juni 2000 werd ik geboren. Ik kom uit een gezin, een Nederlands gezin en een Russisch gezin. Mijn vader is Nederlands en mijn moeder is Russisch. Uit Minsk, Wit-Rusland. Mijn moeder is 25 jaar geleden, meer dan 25 jaar geleden, richting Nederland gekomen. En heeft daar ja, mijn vader ontmoet, en daar ben ik uiteindelijk uitgekomen. En ik zal je precies vertellen hoe mijn geboorte ging. Ik kwam gelijk al in kritieke toestand, omdat ik te laat was geboren. Dus ik had zeker gelijk al wat probleempjes met mijn lichaam, omdat ik niet uit de buik wilde komen van mijn moeder destijds. Toen dat eenmaal is gelukt en toen ik weer normaal ging, kreeg ik rond dat ik vier was een ernstige longontsteking. Dan werd ik ernstig ziek en moest ik ook naar het ziekenhuis en daar verblijven. En daar ervaar ik nog steeds de nadelen van. Niet heel heftig, maar dat mijn longen gewoon niet super sterk zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik nooit gerookt heb in mijn leven. Fast forward een paar jaar, in groep 3 bleef ik zitten. Dat was mijn eerste grote tegenslag. Ik huilde letterlijk in mijn bed, omdat ik geen Nederlands kon lezen en schrijven. Ik ben Russisch talig opgevoed en Nederlands talig. Alleen mijn moeder spendeerde de meeste tijd met mij. Waardoor ik dus meer Russisch sprak dan Nederlands. Mijn vader was altijd aan het werk en daardoor. Ja, sprak ik dus meer Russisch dan Nederlands. Dat is een van de redenen waarom ik ben blijven zitten in groep 3 op 6 of 7 jaar leeftijd. Toen op 12 of 13 jaar leeftijd denk ik dat ik de basisschool heb afgemaakt. In het dorp, Halsteren, Noord-Brabant. Toen ben ik naar het te gegaan. In Berg op Zoom. Dat is een VWO-school, gymnasium, Latijn, etc. Binnen 1 jaar werd ik van de school afgestuurd... Had ik niet de goede cijfers om door te gaan naar het tweede jaar. En ging ik naar een andere middelbare school, naar een Atheneum een Moller in, Molde, in of zo. Daar heb ik een aantal jaar op school gezeten. Zeven jaar op school gezeten. Eén keer blijven zitten ook in de vijfde. En vanaf mijn vijftiende, ik denk dat dat leerjaar drie of vier is op de middelbare school, ben ik dus gaan werken bij de Albertijn. Ik had dus gesolliciteerd bij de Albertijn omdat ik vijftien was en ik geld wilde verdienen. Ik was in eerste instantie was ik niet aangenomen. En mijn moeder belde de Albertijn op. Ik mocht op gesprek komen. En ik was werknemer bij de Albertijn. Ik was super zenuwachtig. Maar ik had mijn eerste baantje voor 4 euro per uur of zoiets. Ik werkte een aantal uur per week. Maar ik was niet goed genoeg in mijn eerste twee maanden als vakvuller. Ik werd bijna ontslagen. Toen ben ik keihard gaan werken. Het link krijg, lijkt misschien heel simpel. Maar dat harde werken heeft mij altijd geholpen. Toen ik in de vijfde bleef zitten, deed ik nog steeds vakken vullen. Mijn moeder was in dat jaar ernstig ziek geworden. En mijn ouders gingen ook bijna weer uit elkaar, bijna uit elkaar die periode. Dus ik had redelijk wat tegenslagen en ik zag het schoolsysteem nooit zitten. Dus ik vond school helemaal niks. En ik deed nooit mijn best. Ik leerde amper, maar ik haalde wel bijna elk jaar op dat ik in het vijfde jaar bleef zitten. Nou, het jaar daarop heb ik het jaar opnieuw gedaan. Heb ik het jaar gedaan met een lenteschool, waardoor ik verplicht werd om van 8 tot 5 te blijven. Nou, dit was een soort van matrix voor mij. Het was letterlijk 8 tot 5 op school, iedere dag, maandag tot vrijdag. Daardoor was ik wel bezig met school uiteindelijk, omdat ik zo weinig te doen had dat ik wel ging leren. Mijn cijfers gingen drastisch omhoog. Ik haalde het vijfde jaar makkelijk en ik ging door naar mijn laatste jaar, het zesde jaar als VWO-leerling. Ik heb dat jaar uiteindelijk gehaald met heel veel 5,5 en 6, et cetera. Voornamelijk ook door de COVID-periode, omdat de examens toen niet doorgingen. En dat jaar werd ik ook ontslagen bij de Albertijn. Ik lulde al een jaar lang dat ik daar weg wilde gaan en dat ik iets anders wilde gaan doen en dat ik rijk wilde worden. Daaruit ben ik uiteindelijk ontslagen. Drie weken later had ik een nieuwe baan. Het was corona, alles was dicht, je kon niks doen. Maar ik had een baantje gevonden. Ik ging van 6 euro per uur bij de Albertijn naar 18 euro per uur. In een fabriek. Van half drie tot half tien, vijf dagen per week. En daar is het verhaal bij mij allemaal begonnen. Ik stierde dus 500 euro per week. Met een middelbare schoolvriend deed ik dit samen. Maar ik ging helemaal kapot door het werk voor een baas. Ik kwam een middelbare schoolvriend tegen in de gym net voor corona. En we hadden een plan om onze eerste eigen onderneming te starten. We deden dit samen. En in de zomer, juni 2020, hadden we ons eerste bedrijf. Een dropshipping bedrijf. Want we hadden gezien online dat dat een goed businessmodel was. Via Joshua Kaas destijds, via YouTube, dacht ik. We zijn zonder enige cursus, et cetera, begonnen. We hebben keihard gewerkt. En ik zal je een inzicht geven in mijn dagen. Ik werd wakker rond een uur of acht, negen. Ik ging een boek lezen. Thinking Brewage. rich. En dit boek las ik uh, via een cadeaubon van de Albertijn. Dus elk jaar krijg je bij de Albertijn een cadeaubon. En daarmee kan je dus. Uh, iets uitkiezen. Nou, meestal kies ik een Batman-spelletje voor de PS4 of PS3 of wat het destijds ook was. Maar iets in mij triggerde om Think and Grow It van Michael Polarjeck te lezen. Dat boek had echt mijn ogen geopend. En toen dacht ik van hé, hey, er is veel meer mogelijk. En toen ben ik echt keihard in zelfontwikkeling gegaan. Nog harder in de gym gegaan. Ik was toen al aan het sporten. En nog harder met mijn business. Dus in de ochtend, tot een uur of twee, tot een uur of twaalf, denk ik, werkte ik vaak aan de business. Tussen 12 en 2 ging ik naar de gym met die middelbare schoolvriend. Alle gyms waren gesloten in corona, maar hij had een fysiopraktijk en daar konden we gymmen. En konden we nog steeds wel onze progressie halen. Na de gym om half tien kon ik thuis, ging ik nog steeds doorwerken. Zo zagen mijn dagen eruit, zeven dagen per week, drie maanden lang. Ik werd uiteindelijk ontslagen bij die baan en dat was al op voorbehoud, zeg maar. Het was al logisch dat dat bedrijf maar tijdelijk zou bestaan vanwege COVID. En ja, de zomer was bijna voorbij. En ik had wat geld verdiend. Dropshipping liep nog helemaal niet. En toen dacht ik: shit. Wat ga ik nu doen? Ik heb geen baan. Ik heb geen goed lopend bedrijf. Toen begon ik aan de studie Entrepreneurship en Business Innovation aan de Tilburg Universiteit. Dat heb ik een jaar gedaan, was ook in de coronatijd. En in datzelfde jaar ben ik keihard op dropshipping ingegaan. Ik heb in dat jaar ook geïnvesteerd in aandelen, waardoor ik nu een portfolio heb van meer dan 20.000 euro in aandelen. Die ga ik ook zeker een keer laten zien in een van deze soort video's. Maar daarin ging eigenlijk een half jaar na de studie ging mijn dropshipping-store nou, de lucht in. Het eerste echte product dat aansloeg was een postuurcorrector. Ik verdiende een paar duizend euro winst per maand en ik ging met een middelbare schoolvriend naar Marbella. Eh, naar, met een universiteitvriend, sorry, naar Marbella. Ik was nog nooit ergens geweest zonder mijn ouders, langere tijd op voetbalkampen en misschien kleine vakanties in het verleden na. We gingen twee weken lang weg. Ik zag dure auto's, ik zag dure horloges, ik zag rijke mensen, grote villa's. Ik zag allemaal dingen die ik niet zag in mijn oude omgeving. Weinig mensen in mijn oude omgeving hadden veel luxe. Wij komen absoluut niet van de bodem in Nederland, in Halsterberg of zo. Maar we komen niet uit de Randstad waar mensen een stuk meer geld hadden. Uiteindelijk ben ik dus nou, naar Marbella gegaan, daarin heb, toen heb ik ook nog examens online gemaakt via mijn laptop. Niet via deze laptop waar ik de video's mee maak, maar wel online en wat AliExpress orders gekanteld voor een postuurcorrector. Twee weken daarna ging ik weer terug naar Nederland en belandde ik weer in hetzelfde riedeltje. Ik had nog uh, 400 euro van DUO die ik per maand kreeg en die stopte ik voornamelijk in aandelen en in mijn dropshipping business. Dat ging redelijk goed, maar dat ging echt met ups en downs. De ene maand met de postuurcorrector ging het super goed. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. En toen ja, stopte het een beetje. Na de zomer besloot ik om te stoppen met mijn opleiding. Ik haalde er weinig uit en ik was veel meer bezig met mijn dropshipping store. Ik had weer een nieuwe baan geregeld bij, in Steenbergen bij een, een ja, bedrijf dat in ieder geval speelgoedartikelen verkocht. Daar ging ik 40 uur per week werken. Toen heb ik mijn dropshipping store één laatste kans gegeven. Ik heb zes maanden lang alles gegeven. Van negen tot vijf werkte ik, of in ieder geval van acht tot half vijf werkte ik. En dan ging ik van vijf tot negen ging ik doorwerken aan mijn e business In datzelfde jaar kwam ik ook nog vast te zitten in Rusland. Het was toen ook nog steeds COVID-periode. Ik ging naar Wit-Rusland toen naar familie. En niks van mij ging trouwen. En ik kwam vijf weken vast te zitten, dankzij mijn dubbele nationaliteit. dat ze wilden dat ik in militaire dienst ging. Nou, daarna kwam ik weer terug. En ik voelde mezelf minder gevangen daar dan dat ik me gevangen voelde in de 9-to-5. Ik kreeg zo'n ander perspectief van het leven en ik begon nog harder aan mijn e commerce door te gaan. Ik investeerde in december 2021 5.000 euro weer in mezelf in de coaching bij Justin Wall. Volgende de vier maanden waren zo life-changing dat ik stopte met mijn baan en ook geen studie meer had en gewoon al in ging op ondernemen. Destijds hadden we het nog zo geregeld dat ik nog een uitkering kreeg omdat ik dus uh, vier of vijf jaar werkgever ben geweest bij verschillende baantjes. Kreeg ik kreeg daar nog geld voor en dat kon ik weer in mijn dropshipping business steken. Gelijk toen ik gestopt was, had ik een nieuwe baan weer gevonden. Voor drie dagen en voor 3000 euro per maand. in plaats van 2000 euro per maand voor vijf dagen. Ik werd daar aangenomen. Ik zou vrijdag beginnen, maar die week, die laatste week op mijn oude werk, werd ik ziek. Ik stuur ze een bericht van ja, ik kan niet komen. En ze stuurde mijn bericht terug. Ja, je hoeft niet meer te komen. Ik was twee keer op één dag was ik naar het bedrijf gereden. We hadden een akkoord en ze lieten hem in de steek. En toen had ik geen baan meer. En moest ik weer al ingaan. Ik ging naar Marbella met Gijs die hier ook zit. Een middelbare schoolvriend. Een online ondernemervriend van mij geworden. hele goede vriend tegenwoordig. Waar ik nu ook mee samen woon. Met hem en drie andere gasten gingen we een maand naar Marbella. Toen kreeg ik weer super andere inzichten, omdat dit keer was ik met online ondernemers in Marbella. Dat vond ik zo super tof en daardoor ging ik nog keiharder in mijn business. Diezelfde zomer startte ik met verkopen op Bol, omdat ik bij mijn oude baan ook verkopen op Bol deed. Dit ging keihard, maar op een gegeven moment werd mijn Bol store gesloten. Toen moest ik weer doorgaan met dropshipping. Dat ging ook weer super goed gelukkig en toen heb ik de overstap gemaakt richting coaching. Ik kreeg al een paar jaar best wel veel vragen wat kan doen wel als deed. en ik had een product research tool gebouwd. Ik had eigenlijk een Excel bestandje waarin je dus titels, foto's, video's, alles wat je nodig hebt om je Shopify dropshipping product op je site te zetten. Er was best wel veel vragen naar en binnen drie maanden had ik 5000 euro verdiend met deze gratis producten of met deze testproduct strategie. Iedereen kreeg twee producten per dag, twee verschillende. Iedereen deze testen, goede resultaten. En ik merkte dat veel meer mensen niet alleen moeite hadden met het verkopen van de juiste producten online, maar ook met de webshop bouwen, ads, etc. En aangezien ik toen al die tijd meer dan 20.000 euro in mezelf had geïnvesteerd in coaching trajecten, ben ik toen zelf gaan coachen. Fast forward een aantal jaar later heb ik meer dan 175 plus mensen kunnen helpen met het starten van hun eigen e-commerce business. Via Shopify dropshipping en via verkopen. Hierin heb ik heel veel geld mee verdiend. Ook met coaching, maar ook met e-commerce zelf. En e-commerce is nog steeds een van de dingen die ik op de dag van vandaag nog steeds dag in dag uit mee bezig ben. Dit was eigenlijk mijn complete verhaal. Momenteel woon ik op Bali. En dit is eigenlijk mijn verhaal tot nu toe. Ik ga het niet mooier maken dan dat het is. Ik wil heel transparant met je zijn hoe het bij mij is gegaan. En hoe ik jou eventueel zou kunnen helpen. Ik hoop dat je super veel ja, motivatie hebt gehad. Uit deze talk van mij, en ik zie je graag terug in de volgende video. Ciao, ciao.